Paschutter, leuk je kijken naar de Korte Week horoscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 44. En dat is van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november. Een kaart is goed om te kijken wat week 44 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het boogschutter alsof deze week een week is waarbij je heel erg prettig voelt. Vooral in de relaties. En dat kan persoonlijke relaties zijn, dat kunnen werkrelaties zijn. Maar je hebt echt het idee dat je een stukje stevigheid aan het opbouwen bent. Dat je je relaties aan het versterken bent. Dat je je posities aan het versterken bent. Het is gewoon een stuk waarbij je je veilig en zeker voelt. En ik heb het idee dat het ook gewoon een heel goed stuk is. Het is alleen geen tijd om hele grote stappen te gaan maken. Het is wel de tijd om het voor te bereiden. En ik denk ook dat je daar heel erg mee bezig bent. En je bent tevreden met wat je hebt. Je bent tevreden met wat je staat. En eigenlijk zou je misschien nog wel een stapje verder willen, maar je bent vooral in de voorbereidende fase om dat later te gaan doen. En dus die ideeën die je hebt, schrijf ze vooral op. Plant de zaadjes, maar de echte uitkomst, of misschien zelfs wel een stap verder gaan met iets, dat laat nog heel even op zich wachten. Dit is alweer de Korte Week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.